Dames en heren, mag ik even uw aandacht? Imani? Hey, kom eens. Imani, dames en heren van de pers en alle anderen. We zijn hier vandaag omdat we het belachelijk vinden dat Imani en haar moeder en al die anderen die in dezelfde positie zitten als zij, ja, na jaren legaal in Nederland te hebben gewoond, zomaar terug worden gestuurd naar hun land van herkomst. Imani is gewoon één van ons. Ze is een hartstikke tof wijf en zo Nederlands als het maar kan. Ik bedoel, ze woont hier al jaren en ze zou binnenkort haar eindexamen gaan doen. Daarna wil ze gaan studeren en terecht, want ze is gewoon mega slim. De nieuwe Einstein, zeggen ze. Zal iemand laten we toch niet gaan, of wel? We hebben met alle vrienden van Imani een plaatje voor haar gemaakt. En we hebben een heel bijzonder iemand bereid gevonden om het nummer voor de eerste keer te gaan draaien. Mag ik een warm applaus voor Giel Beelen! Deze is speciaal voor Imani, ook haar moeder Farah en eigenlijk gewoon voor iedere asielzoeker die te lang bezig is geweest met procederen en nu eindelijk wel een beetje die rust verdienen en gewoon in ons land zouden moeten mogen blijven. Komt ie! Waarom ga je weg? Ben je boos? Nee, hoezo? Ja, je komt hier binnen zonder iets te zeggen, je gaat weer weg zonder gedachten te zeggen. Wat is er? Nee, ik heb het gewoon ontzettend druk. Dat is alles. Ben je het zeker? Ja, maar maak je niet druk. Ik zie je straks. Ja? Doei.